zo'n draadsleertje. Ik moet zeggen, even wel lekker warm in de nek. Ja, ik kom er naartoe komen. De sterren stralen over het wijn. Dames en heren, wat leuk dat jullie gekomen zijn bij het hijsen van de vlag van de Vrije Republiek Twente. Voordat ik wat zeg, wil ik graag het woord geven aan wat andere mensen. En wel de mensen die zich vrijwillig hiervoor hebben opgegeven. Daar gaat het ons ook eigenlijk om. Wij willen graag actie vanuit de Twentenaren zelf. Geen politiek bedrijven, we hoeven geen nieuwe grenspalen, we willen ook niet Twente boven de rest van Nederland verheffen. We willen alleen ervoor zorgen dat de Twentenaren in Twente zelf gaan geloven. En ook zelf gaan bekijken hoe mooi deze regio eigenlijk is. En vervolgens dat naar buiten brengen naar de rest van de wereld. Overal in de wereld zitten Twentenaren met de meest uiteenlopende kwaliteit. De meest idiote uitvindingen worden hier in deze regio gedaan. En wij hobbelen elke week met de Jeep door Twente op zoek naar allerlei evenementen. Om te kijken wat mensen allemaal aan het doen zijn en vooral wie het doen. Natuurlijk hebben we de bekende figuren die zoals Vinkus en de helaas overleden Wilming. Die kennen we wel. Maar al die bijzondere mensen zoals die nu hier staan. En zoals wij die ook ontmoet hebben toen wij hier vorige week, 1 week geleden hier kwamen. En aan de mensen zeiden van, kijk, u woont vlakbij het middelpunt van Twente. En toen keken ze ons een beetje glazig aan. En ze dachten dat het bananensplit was. Oh ja. En ik heb al een dikke kop, maar ik lijk verder niet op Frans Bauer. Dus de volgende dag konden wij afspreken dat die vlag hier geplaatst mocht worden. Wij hebben net via het een heel ingewikkeld GPS-apparaat het middelpunt precies exact op de centimeter weten te vinden. Dat is ook degene die de wedstrijd gewonnen heeft. Dit is het meest neutrale punt van Twente. We hadden al meteen een discussie op huis van, zenderen, is dat dan beter dan Enschede? Nou, dat bedoelen we niet precies. Dat willen we niet hebben. Het is nog een leuke discussie op Radio Oost ook. Daar willen we niet aan. Over tussen die concurrentie tussen die steden, daar willen we helemaal niet, bij betrokken zijn. Wij willen alleen laten zien hoe goed Twente is. De vlag van Twente, feestjurk van de Republiek. Als ik hoe zie, vul ik me riek. Als ik hoe hun wappen in weent, vul ik me zo blide als een kind. Ze wappert als we winnen, ze wappert bij verlies. Ze wappert bij de ooievaar en ligt over de kist. Ze wappert bij het voetbal, bij het water en het café. Ze wappert als we thuis spelen en uit mag ze ook mee. Ze staat beslist niet boven ons, al staat ze aan de top. Ze wappert waar de winden zijn, dat is boven onze kop. Republikeins in hart en nieren staat ze overal paraat. Ook op de dag dat Beatrix haar afscheid vieren gaat. Ze wappert alle vrije dagen die we krijgen in dit land. Dus ook de 4e mei met krans en hoed eerbiedig in de hand. Wanneer er weer een jaarbeurs of symposium is van landbouw, ITC of de UT, dan praat zij over gen en nano met verstand van zaken mee. Een stukje kaas met Twentse vlag voor het nieuwe partyhapje. Maar het wappert net zo mooi bij shawarma of kebab, saté of berenhapje. Bij eredienst van elk geloof geeft zij acte de présence. Wij bidden tot dezelfde God, ook al noemen wij hem Aas. De vlag van Twente, feestjurk van de Republiek. Als ik hoe zee, vul ik me riek. Als ik hoe heur wapperen in de meent, vul ik me zo blide als een kind. Hier in Zenderen, aan de overkant van de weg, bij het blankhouten paaltje, daar is het. Het middelpunt van Twente. Is dat belangrijk? Ach, eigenlijk helemaal niet. Het gaat om de tukker. Het gaat om de Twentenaar, de mensen die hier al sinds jaar en dag wonen. Het gaat om onze normen en waarden. En het gaat om ons verhaal. En dat verhaal is goed. De degelijkheid, de vriendelijkheid. Er zijn genoeg liedjes en gedichten over gemaakt. De tukker. En ik vind het hartstikke fijn dat er nu een eerste aanzet gekomen is voor de Vrije Republiek Twente. En dat het niks met politiek te maken heeft. We hebben allemaal een paspoort ontvangen. Dat moeten we nog invullen. Het Twents paspoort. Je ziet het hier. En het lijkt verrekte veel op het Nederlands paspoort, moet ik zeggen. De kleur is goed.
Dus mensen kunnen hun eigen paspoort hierin stoppen. En dan ben je helemaal lid van de club. Ik zou zeggen aan de organisatie, heel veel plezier en geluk met de Vrije Republiek Twente. En wie weet wat er allemaal uit voortkomt. Ik zou zeggen, het weer heeft ons al verrast vanmorgen. Eerst stonden we hier in de regen en nu staan we in de zon. Geen beter moment denkbaar om de vlag van de Republiek Twente uit te hangen. Ja. Dat vind ik ook. Die vlag die hier straks gaat wapperen. Laten we daar duidelijk over zijn. Die staat voor de Vrije Republiek Twente en de Vrije Republiek Twente bent u. Dus ik hoop dat u en masse allerlei input geeft aan onze website. Het is alleen een platform voor de gedachten van de Twentenaren. Ik wil graag, de trompetist komt aangelopen, dat is heel goed. Ik wil even een opmerking maken over het logo. Ik weet dat het paard de verkeerde kant op kijkt. Die kijkt naar rechts en volgens de heer Aldiek moet hij naar links. Laten we die discussie staken. Morgen wordt voor de ontwerper gestenigd in op massa. Thuis en zien we een deel van de buurt op straat staan. Dan denk je, wat is er aan de hand? Lopen de koeien of paarden op straat? Want dat is wat een Twentenaar doet. Men overloopt elkaar niet, maar men staat voor elkaar klaar als er hulp nodig is. Dan horen we dat dit precies het middelpunt van Twente is. In een buurt met een houtbewerkingsbedrijf, een polier, agrariërs, een bedrijf met bouwmaterialen en een kapsalon. Dit allemaal aan een doorgaande weg waar veel verschillende toertochten langs komen. Geen achtergelegen gebied, zeker niet. Dit is iets waar wij als Twentenaren trots op kunnen zijn. Wij willen u danken dat u hier met z'n allen bent gekomen naar het middelpunt van Twente. Ook ik heb een drank meegebracht. Ik heb Duvekos Nat meegebracht. Want hier staat een mooie zin op om mee af te sluiten. Hij is geschreven door André Hottenhuis, een man uit Zenderen, die altijd bezig was met de Twentse taal. Een goede draag verdrijft slechte gedachten. Dan weten de heiden het maatrode.